Liever een avontuurlijke omgeving? Ga dan net als ik naar de Filipijnen en geniet van prachtige uitzichten of ontdek een van onze andere bestemmingen. Koning Aap biedt prachtige groepsreizen aan naar werkelijk alle uithoeken van de wereld. Reizen is kennismaken, proeven en ervaren. Een gezamenlijke beleving van lokale en authentieke culturen. Met Koning Aap ga je echt op reis. Welkom bij Koning Aap. Mijn naam is Anton. Ik werk al ruim 20 jaar bij Koning Aap, waarvan de laatste jaren als productmanager. En vandaag neem ik je graag digitaal mee op reis door het prachtige Japan. In de komende 25 minuten laat ik je de mooiste bezienswaardigheden zien. Ik geef je enkele nuttige tips en ik laat je zien hoe Koning Aap ervoor zorgt dat jij een onvergetelijke vakantie door Japan kunt maken. Tijdens deze live presentatie is het mogelijk om via de chat vragen te stellen. Mijn collega Marissa zal deze vragen verzamelen en aan het eind van de presentatie zullen we proberen jullie vragen live te beantwoorden. Als eerste wil ik je even voorstellen aan mijn Japanse collega Takahiro, die jullie in de komende minuut van harte welkom heet om zijn land te bewonderen. Well, Japan looks like a small country on the map, but there are so many things to watch in Japan. Japan goes from north to the south, as you may know. We have seasons, first of all, spring, summer, autumn, and winter. I mean, winter time, it's famous for skiing. Springtime is famous for cherry blossoms. Summertime, there are many islands and many beaches in Japan. And in the autumn time, beautiful autumn leaves in the mountains. So you see mountains colored in yellow, red, you know, greens. It's beautiful. And of course, we have a history. We have over 1,000 or 2,000 years of history. I mean, we've seen there are many temples and shrines, and as well as culture. And Japan is an island, so we have our own unique culture, nature, and food. And I mean, you guys are coming to a country where you cannot read any signs, so our customer support make you really feel comfortable from the first day you arrive in Japan. Koning Aap biedt 4 verschillende groepsrondreizen door Japan. Onze meest populaire reis duurt 3 weken en dat is de Japan hoogtepuntenreis. Je bezoekt daarbij de mooiste plaatsen, de mooiste bezienswaardigheden van het land. Vaak zijn mensen 1 keer naar Japan geweest en willen graag terug naar het land. Ze worden echt gegrepen door het land. Maar ze willen dan wel graag andere dingen zien. Onze Japan andersreis, ook 3 weken, is dan heel erg geschikt. Je gaat ook weer 3 weken naar Japan, maar bezoekt allemaal andere plaatsen dan in de hoogtepuntenreis. Heb je geen 3 weken de tijd, dan is misschien onze slow comfort reis goed voor je. Deze reis duurt 2 weken en gedurende 2 weken overnacht je in slechts 4 plaatsen. Vanuit die 4 plaatsen maak je verschillende uitstapjes en excursies. Speciaal voor families hebben we een familiereis, ook van 2 weken, waarbij je de mooiste hoogtepunten van Japan gaat zien, samen met andere gezinnen in een groep. De bezienswaardigheden dan. We gaan maar eens beginnen met de meest bekende bezienswaardigheid waarschijnlijk, de hoofdstad Tokio. Het is in Tokio een drukte van belang. Miljoenen mensen wonen en werken hier en bewegen zich door elkaar heen. Het is ook een stad van flinke tegenstellingen. Je hebt er oude historische tempels, prachtige Japanse tuinen en ook daartegenover hele nieuwe dingen zoals torenhoge wolkenkrabbers, kattencafés waar je een uurtje tegen betaling met katten kunt knuffelen, restaurants waar je bediend wordt door robots, je kunt een mooie boottocht maken. Er is in Japan in Tokio echt van alles te beleven. De buurten hebben ook allemaal hun eigen karakter. Er zijn dorpse buurten, kantorenwijken, winkelwijken. Op deze plaats zie je een afbeelding van de wijk Akihabara. Het is het epicentrum van de gadgets, elektronica, anime en met zoveel neon dat het eigenlijk voelt alsof je in een videogame loopt. Mijn tip, ga er 's avonds naartoe, dan is het echt op zijn allermooist.
Heel anders is de stad Kyoto. Die heeft niet veel te lijden gehad in de Tweede Wereldoorlog. En veel historische gebouwen zijn er ook nog bewaard gebleven. In deze stad heb je mooie paleizen, tuinen en wel 2000 tempels. Het gouden paviljoen wat je hier ziet is misschien de beroemdste bezienswaardigheid van Kyoto. Op de onderste verdieping na is het gebouw bekleed met bladgoud. Echt schitterend. De Fushimi Inari schrijn is ook heel bekend en die siert menige brochure. Honderden oranje poortjes heb je hier. Het is eigenlijk een beetje alsof je door een filmset loopt. Zo mooi. De meest bekende scène van de film Memoirs of a Geisha is hier ook opgenomen. Het is lekker doorheen slenteren samen met andere Japanners. Behalve deze twee bezienswaardigheden heeft Kyoto nog heel erg veel andere mooie dingen die je kunt gaan bekijken of kunt gaan bezoeken. Kyoto is ook dé plaats om geishas of maiko's, dat zijn leerling geishas, te ontmoeten. En dat kan dan het beste in de wijken Gion en Pontosho. Een volgend hoogtepunt is Miyajima, wat je op deze plaats ziet. Het is een heilig eiland met de befaamde drijvende tori die je hier ziet. Drijvend, tenminste als het vloed is. Bij App is het heel anders, ziet er allemaal heel anders uit. Ik ben hier met App. En dan kun je er gewoon naartoe lopen zelfs. En veel Japanners hier ook, die zijn op zoek naar allerlei slakjes die in de modder verstopt zitten. Op het heilige eiland zijn ook veel heilige herten. Al bij aankomst word je daardoor ontvangen. En die herten die zijn erg heilig, maar ze kunnen ook goed bedelen. Ze bedelen om koekjes. Als ze een koekje krijgen van mensen, dan hebben ze geleerd om daarna te bedanken met een buiging. Dus echt op zijn Japans. Ook in Nara word je ontvangen door heilige herten. In de 8e eeuw was Nara de hoofdstad van Japan. En de bekendste bezienswaardigheid hier is de tempel Todaiji. Er wordt gezegd dat dit het grootste houten gebouw ter wereld is, maar dat wordt beweerd van meer houten gebouwen. Dus of het echt zo is, gaat zelf bekijken. Binnen in de tempel is een 16 meter hoog bronzen Boeddha-beeld. Echt een enorme bezienswaardigheid. Veel Japanners komen erop af op deze tempel. Het is een mooi daguitstapje vanuit de stad Kyoto. Er zijn ook vaak religieuze ceremonies. Deze heb ik gezien in de maand april. Priesters in prachtig ornaat die hier hun rituelen uitoefenen. Japan kent ook verschillende samurai-kastelen. Onder andere in de plaatsen Himeji, Matsumoto, Karatsu en Matsuyama. Op deze plaats zie je het kasteel in Himeji met de mooie naam Witte Reigerkasteel. Het is nog steeds in originele staat en volgens veel mensen is dit kasteel ook wel het mooiste van alle Japanse kastelen. Eind 19e eeuw zijn veel kastelen vernield door keizerlijke troepen. En daarna zijn ze ook in verval geraakt. Je kunt de kastelen van binnen gaan bekijken. Het kasteel in Matsumoto met de naam Zwarte Kraaikasteel staat net als dat Witte Reigerkasteel in Himeji te midden van prachtige kersenbloesembomen, dus vooral in het voorjaar is het een mooie tijd om hier naartoe te gaan. Iets van iets recentere geschiedenis, zegt Hiroshima en de meeste de mensen die denken dan meteen aan atoombom. Op 6 augustus 1945 werd er een atoombom gedropt op Hiroshima en 3 dagen later was het de beurt aan Nagasaki. Dat betekende ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar na die oorlog zijn er nog honderdduizenden mensen overleden aan de gevolgen van straling. De beide steden hebben een atoombommuseum en een vredespark met daarin verschillende monumenten. In Hiroshima is er nog een bekend bouwwerk wat overgebleven is na de val van de atoombom, het Atomic Bomb Dome die je op deze plaats ziet. Na al het stedelijk geweld, tijd voor de natuur. Het grote, meest noordelijk gelegen eiland Hokkaido is daarvoor misschien het allerbefaamst. Het Daisetsuzan National Park
is met zijn 2000 vierkante kilometer het grootste van Japan en een prachtig wandelgebied. We doen dit park aan en het eiland sowieso op onze Japan anders reis. Ook het Toyako-meer, erg mooi, een prachtig gebied om te gaan wandelen of te gaan fietsen. Het is een gebied met veel vulkanische activiteit om het meer heen. Maar niet alleen Hokkaido heeft mooie natuur. Je kunt ook op de andere eilanden genieten van een prachtige natuur. Hier ben ik op de fiets op het eiland Honshu op de Kibi-vlakte. Je kunt hier optioneel een prachtige fietstocht maken over een vlak gebied. Dus fietsen is niet heel erg moeilijk. De wegen zijn goed aangegeven. En weet je de weg niet meer, dan zijn er mensen aan wie je de weg kunt vragen. Ander mooi natuurgebied is het Unzen Amakusa National Park op het zuidelijke eiland Kyushu. Het is opgericht in 1934 en daarmee het oudste nationale park van Japan. Er zijn veel vulkanische activiteiten. Denk daarbij aan geizers, aan warmwaterbronnen en een penetrant luchtje van zwavel. Je kunt er een korte wandeling maken. En vanuit Unzen gaan wij op onze reis naar Amakusa Archipel met een ferry. En dan kom je echt in een gebied wat off the beaten track is. Er zijn weinig andere reisorganisaties vanwege de geïsoleerde ligging die hier naartoe gaan. In de archipel kun je een mooie tocht maken, de zee op met een vissersboot en dan dolfijnen gaan spotten. Ik was hier in april en ja, honderden dolfijnen sprongen vanuit de zee en zwommen onze boot heen. We wisten gewoon niet meer waar we moesten kijken. Erg mooi. Een ander hoogtepunt voor Japan, het eten. Dat Japanners dol zijn op eten, dat weten we wel. Sushi en sashimi gaan er bij iedereen goed in. En niet alleen bij Japanners, maar ook bij Nederlanders en Belgen. Die lusten er wel wat van. Er is veel variatie aan Japans eten en voor elke portemonnee is er wel wat te krijgen. Er zijn chicere restaurants, maar ook zaakjes voor een broodje of waar je een lunchbox zou kunnen halen. Elke regio heeft ook zijn eigen specialiteit. Wat je zeker eens zou moeten gaan proberen zie je hier. Een Kaiten sushi restaurant. Schaaltjes sushi die op de lopende band staan. Elk schaaltje heeft een andere kleur en de kleur van het schaaltje bepaalt de prijs van het gerechtje wat je neemt. Aan het einde worden de schaaltjes die je genuttigd hebt geteld en dan zo berekend wat je moet gaan betalen. Denk je, ja, eten in Japan, een restaurant, dat wordt moeilijk om wat te bestellen. Ik spreek geen Japans. Nou, dat valt reuze mee. De meeste menukaarten beschikken over foto's. Wijs gewoon aan wat je wilt hebben en datzelfde geldt voor etalages waar vaak plastic voorbeelden van gerechten staan. Gewoon aanwijzen, absoluut niet moeilijk. Ik gaf het al aan in het begin van de presentatie, er mag gechat worden. Stel gerust je vragen en na afloop van deze presentatie gaan we proberen ze te beantwoorden. Hoe reis je met Koning Aap? We gebruiken op de meeste van onze reizen een eigen bus. Dit in tegenstelling tot andere Nederlandse en Belgische aanbieders van reizen naar Japan die vaak trajecten met de trein doen. Eigen bus, dat betekent ja, comfortabel. Je wordt gewoon lekker van je hotel naar het volgende hotel gebracht en hoeft niet te zeulen met je tassen of met je koffers op de stations. De bussen zijn comfortabel. Toch is het wel erg leuk om een keer een ritje in de hoge snelheidstrein te gaan maken. De Japanse Shinkansen, heel befaamd. Het is echt een ervaring op zich. De Shinkansen is comfortabel, schoon, heel snel en ontzettend punctueel. De treinen vertrekken tot op de seconde precies. Een rit van Kyoto naar Tokio zou je met een bus ongeveer 8 uur over doen. Het is 500 kilometer. De hoge snelheidstrein doet er maar 2 uur over. Gezeul met tassen of koffers is niet nodig. Wij zorgen ervoor dat je koffer per expresspost wordt verstuurd van het ene naar het volgende hotel. Een rit met een Shinkansen, dat kan op al onze reizen. Soms is het als onderdeel van onze reis en een andere keer zou het kunnen bijgeboekt worden als optionele mogelijkheid.
Wat deze Japanners op de plaat doen, dat gaan wij niet doen. We gaan niet in slaap vallen. Er valt veel moois onderweg te zien uiteraard. Andere vormen van vervoer zijn er ook. Je kunt op verschillende plekken een fiets huren. Maar steden zoals Kyoto, Fukuoka, Sapporo of Kyoto, daar zou ik zeggen, neem vooral een metro. De metro's zijn goed geregeld, ze rijden zeer frequent en alles staat op de stations naast het Japans ook in het Engels aangegeven. Dat is heel makkelijk te doen. In de steden Nagasaki of Hiroshima zou je gebruik kunnen maken van de lokale tram. We zetten op onze reizen Nederlandstalige reisbegeleiders in naar Japan. En die kunnen jou helpen bij het vinden van het goede tramnummer. En ze kunnen zeggen waar de halte is, waar je instapt, waar je uitstapt. In een eilandenrijk als Japan maak je natuurlijk ook af en toe gebruik van de ferry of een boot voor leuke uitstapjes. Waar slaap je nou met koning aan? We gebruiken op onze reizen centraal gelegen middenklasse hotels. Waarbij de kamers variëren in grootte. De badkamers in Japanse hotels zijn meestal vrij compact. Alles wat je nodig hebt is aanwezig. Er is een wastafel, een bad of douche en een toilet. Als je op deze plaat kijkt, rechts onder in het hoekje zie je al een klein toetsenbord wat hier wat duidelijker te zien is. De toiletten die hebben meer toeters en bellen dan mijn mobiele telefoon in ieder geval. Er zijn straaltjes aan de voorkant of aan de achterkant om je van onderen te reinigen naar het toiletgebruik. Je kan de temperatuur van de waterstraal en de druk daarvan regelen. De luxe toiletten hebben ook nog een droogfunctie. Er zijn muziekjes om een en ander aan ongewenste geluiden te overstemmen. Maar wat mij nog het meest is bijgebleven aan Japanse toiletten is dat sommige toiletbrillen verwarmd zijn. Lekker in de winter. Openbare toiletten zijn in Japan ook nooit heel erg ver weg. Een bijzondere accommodatie die we gebruiken op onze reizen is de Ryokan of Minshuku. Een traditionele Japanse herberg. We doen dat op onze familiereis in de Ia-vallei. Op onze Japan-andersreis in Toyako bij het meer. En op onze hoogtepuntenreis bij de Aso-vulkaan. Er zijn regels als je een ryokan bezoekt of daar gaat logeren. Al bij de buitendeur worden die duidelijk gemaakt. Daar staan slippertjes klaar. Je doet je eigen schoenen uit. Je doet ryokan slippertjes aan en daarmee beweeg je je door de accommodatie. Als je naar het toilet gaat, staan daar weer andere slippertjes klaar die je aan moet voor het toiletbezoek. De kamers zijn vrij traditioneel ingericht. Er is een tv'tje, een lage tafel met een theepot en wat theekopjes, maar voor de rest is er weinig te zien. Op de grond liggen rieten matten, tatami matten. En in de kast vind je futons, dat zijn matrassen van een centimeter of vijf dik. Er liggen ook kussens, lakens, dekbedden en dat stapel je allemaal lekker op elkaar tot er je kunt zo je eigen nisje creëren. In de kast hangen ook nog kimono's. Die trek je aan als je gaat dineren. Hier eten we in Aso een lekkere Japanse barbecue. Heel bijzonder is onze homestay in Usuki op het zuidelijke eiland Kyushu. Het is een project van een dertigtal families die westerlingen willen laten proeven van het leven op het Japanse platteland. We doen dat op onze tweeweekse familiereis. En ook op onze drieweekse hoogtepuntenreis is die mogelijkheid daar. Je slaapt niet met de hele groep bij dezelfde familie. Nee, veel leuker. Je wordt opgedeeld. De groep wordt opgedeeld en verdeeld over verschillende Japanse families. Ook hier slaap je in een kamer met een tatami-vloer. Het avondeten en het ontbijt worden gemaakt door de familie waar je logeert. En je eet dat ook samen met de familie op. Erg leuk. Deze mensen heb ik bijgelogeerd. Een ouder echtpaar van in de 70. Heel vriendelijk. Ze spraken alleen maar Japans. Maar met handen en voeten, wat gebarentaal. Een klein geschenkje van onze kant uit. En wat leuke foto's vanuit Nederland of België uiteraard. Kom je een heel eind. Het is een erg leuke happening. Een leuke tip voor Japan. Japan is fotogeniek. Ook vanwege de mensen. Japanners fotograferen zelf ook erg veel, zouden veel van selfies maken met name.
Een tip is, vraag eerst even als je Japanners zelf wilt fotograferen om toestemming. Fotografeer met respect en bijzonder in de geisha-buurten hoor je beschaafdheid in acht te nemen. En vergeet vooral niet af en toe eens achter je lens vandaan te kijken. Geniet van alles om je heen, dat is ook belangrijk. Nog wat andere tips. Japan kent een Golden Week. Dat is een periode van 7 dagen, eind april, begin mei en heel Japan heeft dan vakantie. Het zal dan ook erg druk zijn bij de grote toeristische attracties. Veel Japanners daar. Dat is een nadeel, maar het heeft ook een voordeel. Het is vakantieperiode voor de Japanners. De Japanners zullen zelf vrolijk zijn over het algemeen. Ook zij gaan naar hun bijzondere plekken en zoals tempels. En vaak doen ze dat gekleed in traditionele Japanse dracht. Heel erg mooi. Je zult veel jongeren ook zien in gehuurde kimono's. Die uitgebreid zelf fotosessies houden. In rust kies dan een andere periode. En wanneer moet je dan naar Japan? Nou, de lente is, zoals je op deze plaat goed kunt zien, zeker een aanrader. De kersenbloesem staat in de maanden maart, april in bloei. Maar ook de herfst moet je zeker niet vergeten. Prachtige herfstkleuren overal in het hele land. De maanden oktober en november zijn het meest geschikt daarvoor. Als je terugkomt in België of Nederland, dan wil je natuurlijk een leuke herinnering vanuit Japan meenemen. Nou, souvenirs zijn in Japan overal te koop. In verschillende prijsklassen ook. Denk aan aardewerk, leuke zwaaiende katjes, eetstokjes, kimono's wellicht. Ga ook eens een keertje naar een kringloopwinkel. Voor een habbekrat kun je daar een nieuwe leuke Japanse outfit aanschaffen. Mijn laatste tip, de onsen. De onsen is een warm waterbad, meestal openbaar. Soms is het binnen, soms is het buiten. Mannen en vrouwen gaan apart te water. En bij een bezoek aan een onsen krijg je eerst een instructie van hoe je de onsen dient te gebruiken. Je legt je meegebrachte spulletjes en kleren in een mandje. En daarna ga je in je blootje naar een kraan of douche waar je jezelf grondig dient te schrobben met een klein wit handdoekje. Pas als je helemaal schoon bent, mag je dat warmwaterbad plaats gaan nemen. Dat witte handdoekje, heel belangrijk, want daar heb je juist mee schoongeschrobd. Dat mag niet in het water, dus dat leg je op je hoofd. En dan lekker hangen en socializen. Oké, ik ben benieuwd of we vragen via de chat hebben binnengekregen. Marissa. Hoi Anton. Hi. We hebben inderdaad aardig wat vragen binnengekregen, dus we gaan er een paar behandelen. Kom een beetje dichter naar je toe, dan ben je goed zichtbaar. Ja, ben ik goed weer zichtbaar zo. De eerste vraag is van Floor. Heb ik een visum nodig voor Japan? Nee, je hebt voor als je de Nederlandse of Belgische nationaliteit hebt, heb je geen visum voor Japan nodig. Wat je wel nodig hebt, is een geldig paspoort. Het moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Dat is handig. Ja, dat scheelt weer. Ja. Dan hebben we nog een vraag van Nicolien. Wij houden niet van echt toeristische restaurants. We willen graag eigenlijk samen, we zijn op vakantie met z'n tweetjes lekker 's avonds eten. Kan dat bij Koning Aap? Of ben je verplicht om altijd met de groep uit eten te gaan? Nee, je bent zeker niet verplicht om met de groep uit eten te gaan. Je kunt met je reisbeleider ergens uit eten gaan. Je reisbeleider heeft ook tal van tips van waar de leuke restaurantjes zitten, afhankelijk van wat je die avond zou willen eten. In de praktijk is het zo dat mensen die elkaar een beetje liggen, elkaar opzoeken. En dan in subgroepjes op zoek gaan naar een restaurantje. En dan samen in kleine groepjes dus uit eten gaan. Ja. Dat is wel zo gezellig. Geen verplichtingen. Nou, dat is belangrijk om te weten. Nog een vraag. De zomer, is die wel geschikt om naar Japan te gaan? Dus juli, augustus, ja, je kunt het hele jaar goed naar Japan gaan. In de zomer kan het warm zijn. Ook in de zomer kan je gaan. Maar in 2021 is er in Japan in de maanden juli en augustus Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Dus ik zou zeggen, ga een keer in de zomer, maar niet in 2021. Weer in 2021, neem dan het voorjaar of de herfst. Want wij bieden het ook niet aan, denk ik. Nee, om die reden bieden we het niet aan. Het wordt echt veel te druk in de komende zomer. Dan komt er nog een vraag van Lia.
Onze dochters zijn 8 en 10 jaar. Ja. Kunnen wij, voordat wij boeken, meer informatie krijgen over de groepsindeling? Omdat het natuurlijk belangrijk is voor de kinderen dat ze leeftijdgenootjes krijgen in de groep. Ja, dat kan je zien. Als je op onze website kijkt, dan kun je de groepssamenstelling zien. Met de mensen die al geboekt staan op een reis. Met de leeftijden erbij. Dat geldt overigens niet alleen voor de familiereizen. Ook voor de reguliere groepsrondreizen kun je de groepssamenstelling zien. Uiteraard mits er al mensen geboekt hebben. Helemaal goed. Dat is heel belangrijk. Eten. Nou, als het heeft wat voor allemaal wat de lekkerste eten is in Japan, is het duur? Want het heeft natuurlijk toch wel een naam Japan dat het duur is. Ja, je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Er zijn goedkopere restaurants, er zijn hartstikke dure restaurants, chique restaurants. Wat onze meeste reizigers kwijt zijn, is ongeveer tussen 300 en 350 euro nog per week in Japan. Niet alleen voor het eten, dat is voor het eten, voor fooien, voor excursies. Ja, voor de uitgaven die je daar te plaatsen nog hebt. Oké, alleen geen souvenirs. Nee, souvenirtjes. Ja, kleine souvenirtjes kan je er ook nog wel van gaan doen, maar met grote souvenirs dan kom je niet meer uit. Nee, dat kan ik me voorstellen. Arjan heeft nog een vraag. Maken jullie gebruik van lokale gidsen die Nederlands spreken of zijn het Nederlandse gidsen met interesse voor Japan? We hebben Koning Aap maakt gebruik van Nederlandstalige reisbegeleiders en lokale Engels sprekende reisbegeleiders. Afhankelijk van de vertrekdatum kun je daarvoor kiezen. Maar Japan gebruiken we alleen maar Nederlandstalige reisbegeleiders op al onze reizen. En waarom is dat? Dat is omdat als we Japanse reisbegeleiders in zouden zetten, we duurder uitkomen dan met Nederlandstalige reisbegeleiders. Onze Nederlandstalige reisbegeleiders zijn overigens zeer ervaren. Ze weten alles van Japan, veel meer dan ik. En we hebben aardig wat reisbegeleiders die gek zijn van Japan. Die zijn Japan, zo kun je het goed zeggen. Ja. Hier is nog een vraag. Hoe is de verdeling over het algemeen met de Nederlandse deelnemers en de Belgische deelnemers? We hebben groepen waar alleen maar Nederlanders op zitten. We hebben groepen waar alleen maar Belgen op zitten. We hebben ook groepen die gemengd zijn, waar zowel Nederlanders als Belgen op zitten. En dat laatste zal in de meeste gevallen voorkomen. Ja. Dus een mix van beide nationaliteiten. En eigenlijk de laatste vraag van Coralie. Hoe druk zijn de steden? Is het stressend druk? Of is er nog wel een mogelijkheid dat je wat rust kan vinden op het moment dat je een paar dagen in Tokio bent? Het is zeker niet stressend druk. Alles in Japan is goed geregeld, schoon. Je moet niet denken aan overdrukke, overvolle straten. Zeker niet. Dus je kan gewoon rustig. Je kan rustig over straat gaan. Okay. Drukke plekken zullen er zijn tijdens die Gouden Week. Dat is de laatste week april, eerste week mei. Ja. Een periode van 7 dagen. En ik denk ook volgend jaar gedurende de Olympische en Paralympische Spelen. Duidelijk. Er zijn nog wat meer vragen. We kunnen helaas niet alle vragen beantwoorden. Bel ons alsjeblieft, mail ons. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag op kantoor. En dan willen we je heel graag jullie vragen beantwoorden. Dankjewel. Kan zowel in Nederland als in België. Dankjewel voor jullie aandacht.